vandaag woensdag. Mijn wekker ging weer om 6 uur vandaag. Vroeg eruit voor 7 kilometer. Ik ben nu op de helft. Ik sta weer even onder mijn viaduct. Het havenspoorpad. Zoals ik zei, 7 kilometer gewoon om lekker weer wakker te worden. Ik wil proberen wat meer 's ochtends te lopen. De rest van de dag heb je energie voor 10. En dan hoef ik 's avonds naar mijn werk niet meer. Ik merk dat de afgelopen tijd wat erbij inschiet. Omdat ik het gewoon heel druk heb. En echt kapot thuis kom. We gaan dat er eens ingooien als voornemen. Meer 's ochtends gaan lopen. Goed, ik ga weer even verder. De rest van de dag genoeg dingen te doen. Dus een fijne dag verder en tot de volgende keer. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. Ik heb een extra vrije dag van mijn werk. En ik ga zo dadelijk ga ik 15 tot 20 kilometer lopen. Lekker voor mezelf, muziekje aan, drinken erbij en gaan. Ik ga een gedeelte van de route lopen die ik met energie een paar weken geleden heb gelopen. Ik hoop dat ik, wat ik zeg, tussen de 15 of de 20 kilometer uitkom. Dan vind ik het weer prima voor vandaag. Dit weekend doe ik het rustig aan met lopen. Zondag nog wel weer een stukje, maar geen duurloop verder meer. Dat doe ik vandaag. Ik zie jullie later van het weekend nog en de groeten. Goedemiddag, nou geen 15 kilometer voor me. Ik ben gestopt, ik wandel terug naar huis. Ongeveer 4 kilometer loop ik nu terug. Vanaf dat ik wegging kreeg ik last van mijn rechter scheenbeen. Dat trekt dan een beetje door naar aan de achterkant van mijn knie. Dus ik ben gestopt. Normaal heb ik dat, ik heb dat wel eerder gehad. Maar dan loop ik het er met 4, 5 kilometer wel uit. Nu werd het echt alleen maar erger. Dus ik ben gestopt en ik heb een afspraak gemaakt bij de fysio. Dus eens kijken wat daar uitkomt. Zondag probeer ik het gewoon weer. Ik ga even thuis aan de slag met de foamroller voor de achterkant van mijn benen. Mijn scheenbenen kom ik niet aan. Ik eerst wel eens even op internet kijken wat ik daar eventueel zelf aan kan doen qua koelen of warm of weet ik het. Ik zoek het op. Zodra ik zondag weer ga lopen, dan neem ik jullie weer mee en dan hou ik jullie op de hoogte. Tot dan!